Elk jaar giet het tal mensen in Friesland dat hem zelf tekwaad docht omheeg. Uit cijfers van het CBS docht blijken dat verliezen hier 86 Friezen uit het leven stap binnen. Binnen Friesland zijn toch wel een aantal hoogrisicofactoren aanwezig. En hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan hoge werkloosheid, ook vergrijzing en daarmee de toenemende problematiek rond eenzaamheid en depressie. Nou, en zo zijn er nog een aantal factoren wel echt aanwezig binnen de provincie Friesland. Het nieuwe project van 1 en 3 online zocht naar de typisch Friese problematiek. Daarom krijg je net alleen nog mensen van helpverlenende instanties trainingen om suïcidaal gedrag te signaleren. Ook meewerkers van banken en de UWV doggen mij. Nou, ik noem bijvoorbeeld een voorbeeld binnen het UWV. Als daar iemand werkloos is en aan tafel komt, eerder stopte dan misschien zodra de persoon de deur uit is. Maar nu willen we toch ernaartoe dat ze denken van deze persoon heeft misschien problemen. Laat ik de GGD of de GGZ bijvoorbeeld benaderen, zodat die zorg toch weer verder op gang gaat komen. Bedrogen, huisdokters en familieleden worden opgeroepen om gauwer onder bellen te loeken als ze het net vertrouwen. Een specifieke risicogroep is de jongeren. De squallen krijg je extra aandacht. Natuurlijk, je ziet heel veel jongeren voorbij komen, ook zorgcoördinatoren. Jongeren worstelen met verschillende problematiek. Spreek daarover. En ook als je denkt van, hier kan wel eens meer of thuis of bij de persoon aan de hand zijn. Trek aan de bel. En dat kan bij GGZ, huisarts, GGD. Bel iemand. Er wordt altijd wel, proberen we dat op te pakken. Het nieuwe preventieproject zet in oktober uiteen. In landen als Canada en Duitsland ging bij deze aanpak het tal zelfsteringen met een trede omleeg.